Hey, goeiemorgen of goeiemiddag. Ik zit weer in het kasteel. Zo, er zijn veel mensen die mij. Hoe zit het met mijn Mithril? 65.000. Ik moet naar de 150. Ik weet even niet of jullie de game sounds. Ik heb nou oortjes in, dus waarschijnlijk horen jullie de game sounds nou niet. Jullie horen waarschijnlijk wel de vogeltjes. Dat. Goed, wij gaan op visite bij Thomas. En als jij wil dat ik bij jou op visite kom, moet je even gewoon reageren. Dan ga ik eens kijken wanneer jij. Hij had iets met Dutch Cobra's. Dutch Cobra's. En heette die Thomas? Nou, welke? Thomas, hij is een clanleader. Zo. Nou, gaan we eens even bezoeken dan. Toch? Toch. Even weg naar de hand van. Goed, Thomas. 661 bekertjes. Wat ben jij? Level 6. Nou, level 6 is goed. Je moet iets meer arena's gaan doen, Thomas. En trouwens, over mijn bezoek aan Thijs. Thijs was helemaal niet zijn throne room aan het upgraden, maar zijn clan room. Dus helemaal goed, Thijs. Goed, hoe lang ben jij al bezig, Thomas? Je bent sinds. Oh, je bent ook pas kort begonnen. Nou, het is leuk dat er toch nog nieuwe mensen beginnen met Wildekasten. Toch? Dat er weer vers bloed is. Heb jij al 5 sterren dwellers? Dan moet je wel, daar kan je niet vroeg genoeg mee beginnen, Thomas. Dus dat zou ik je wel adviseren. Je hebt al level 40 vechters. Ja, dan snap ik wel dat de arena niet zo leuk is. Level 9. Oké. Goed. Maar dit is niet jouw volledige. Dit is niet jouw. Wat nou hier staat, is niet jouw volledige. Zijn niet jouw vechters, toch? Want normaal. Normaal heb je de 4 en hier staan de 3. Maar je hebt dus een tank, 2 archers en een mage. Oké. Ja. Goed. Dus dit zijn jouw 2 archers, je mage en dan is jouw tank ergens iets aan doen. Die is vast hier. Oh, je moet een nieuwe artefact, vriend. Hey? Voor Isaiah. Nou, zullen we eens even met deze beginnen. Maar die heeft nog geen artefact. Ja, oké. Damage, ja, dat is wel goed inderdaad. Een archer wil je een damage of een crit. Wat heeft hij aan Magic Armor? Ja, wel iets. Ja, over het algemeen worden de archers niet zo snel door mages gepakt, toch? Dus ik zou eerder een tank. Goed, wat weet. Dikke bogen, jongen. Hey, doe je goed. Doe je helemaal niet slecht. Oké. Jezelf herstellen. Damage, oké. Okay. Nou, hier heb je dus echt helemaal niks aan. Spellpower amulet. Die zou ik aan deze geven. Oh ja, in paars, oké. Magic Armor en Health. Ik zou die even omwisselen. Dat de spellpower, de Mason's amulet naar Daniel gaat. En verzin even leuke namen voor je poppetjes. Hé? Hey? Je besteedt tijd aan ze. Ga niet de standaard namen van het spel gebruiken. En er komt even een trekker voorbij. Dat heb je hier wel eens. Trekker, ja. Dikke trekker. Nou, niet zo'n dikke, maar wel een trekker. Magic damage. Als je hebt, zou ik hier toch wel een healer of een resurrect voor nemen. Ik weet niet wat hij heeft. Ja, Het schiet niet echt op, vriend. Is hij wel 5 sterren dan? Je bent aan het fokken met een 4 sterren, oké. Nou, zorg dat je 5 sterren krijgt. Gewoon hop, 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 hop. Alle fruitjes die je hebt, vruchten neer. Isaiah. Oké, 25. Spellpower, daar heb je niet zoveel aan als tanken. Damage. Ja, die moet.
je moet sowieso meer artifacts. En ja, spelpower heeft, is alleen voor een mage handig. Die heeft niks, die is gewoon lekker aan het trainen. Prima. Goed. Ja, iedereen lekker doortrainen naar 40. En verder, wat ben je aan het upgraden? Oké, voor mana. Is goed. Maar je hebt nog niet de... Hoewel. Maar gewoon niet, oké, wel. Ja, doorgaan, vooral doorgaan. En lekker veel... Ella, wat heeft Ella? Oh, oké. Crit. Ik zou eerder aan een archer geven. Quickly. Reducing damage. Oké, nou, dat is wel goed voor een tank. En die, ja, level 26, dat schiet niet op, hè. Dus ik zou zeggen... ik zou eerst maar eens even alles... Al je vechters 5 sterren krijgen. En daarna de rest ook. Dat is dat, daar moet je eerst maar eens mee bezig, denk ik. En ja. Iedereen die 5 sterren is, dan maar naar level 40. En dan een beetje goed bier bij elkaar sprokkelen in de arena shop of in de in je kistjes. Daily challenges. Je hebt lekker laag qua bekers, dus dan heb je makkelijke tegenstand op de map, dat doe je goed. En verder bier. Verder. Ik denk dat dit het even was, zei Thomas. Dus heb jij nog vragen over jouw kasteel? Ben jij Thomas of ben je iemand anders? Stel ze gerust, dan gaan we die gewoon lekker bekijken. Dat is wel lullig. Je moet je wel een bloemetje achterlaten voor Thomas. Vind je niet? Oh, mijn appels zijn op, ja. En wat is er allemaal aan de hand? Wat is er aan de hand? Ik ga geen ads kijken. We hebben nieuwe vrienden. Wie wil er een vriend worden van mij? Nou, dat is mooi. Dan kan ik gelijk Thomas even makkelijker bezoeken. Thomas heeft natuurlijk wel een bloemetje vriend. Een bloemetje. Goedjes. Zo. Oké. Ja hoor. Zo. Nou, dat was het weer. Ik kan helaas nog niet meedoen met de clan war. Sorry, clangenootjes van me. En ik ga dat lekker niet met jullie delen. Dat jullie kunnen zien wat voor tactieke strategieën Dutch Knights heeft. En ik kan daar verder ook niet zoveel meer mee, denk ik. Ik bedoel, vroeger was ik daar... Daar moet ik even een beetje inkomen. Goed, wij zoeken. Wat hebben we nodig? Ik wil Mithra, hè? Ga ik die gewoon doen? Zijn offers. Hoe kunnen? Ik krijg ook Mithra van, dat is handig. Jullie horen nou waarschijnlijk niet het gevecht. Dat is wel jammer. Maar ja, dat is zo. Zet maar in de comments wat je fijner vindt. Vind je het leuker om de game sounds wel te horen? Of, want dan doe ik volgende keer zonder headset. Of vind je het wel handig dat jullie mij goed kunnen verstaan? Dan doe ik het met headset. Ik denk wel dat ik binnenkort premium ga nemen. Om de gevechten te kunnen doorspoelen. Dat is wel, ja. Oehoe, en dan krijg ik weer meer. Meer, dat is goed. Het is, ik had trouwens een probleempje vanmorgen. Het is voor mij nou woensdagochtend. En ik had wel een probleempje vanmorgen, want ik wou koffie. Maar mijn koffiebonen waren op. Moet ik die maar doen dan? Dat gaan we zo doen. Want ik heb dat denk ik niet nu. Oh, dat kan ik wel. Kan ik dat doen?
Dan zien jullie mijn nummer. Nou ja, boeien. Ik koop met één tik. Hoppa. O jee. En niet mijn vingerafdruk namaken, hè, jullie? Boefjes. Boefjes. Kan ik weer tegen mijn jongens vertellen. Geef nooit geld uit aan spelletjes. Geef nooit uit. Hallo? Ja. Oeh. Nou, dat is weer mooi. Nou, gaan we naar de mailbox. Oké, nou, kom maar door. En dan ben ik nu... Ik ga nu naar de... Is mijn appels nu weer aangevuld? Dat is snel. Nou, ik weer Global Healing. Dat is wel fijn, toch? Gaat dit ook weer sneller? Ik wil Mithril, ik wil Mithril. Ik wil niet cheap thrills, maar Mithril. Oeh, zo. 14,5 miljoen, die is goed bezig. Kan ik net niet aan. GGG. Verder heb ik niet zoveel nodig, hè. Ja hoor. Oh, ik kan weer flink craften. Ik ben echt fan van de bevriesspel, hoor. De Lion kan er dan bij als grapje. Maar bevries is toch wel mijn ding, zeg maar. Ja, leuk. Het is toch klaar? Ja. Er zit een kat, zit iets. Heb jij water of zit er een kikker in? Heb je een kikker gevonden? Mijn kattenbeest. Ik denk een kikker of iets. Er stond daar nog een koffiebeker. Oh ja, kan die in de vaatwasser. Goed, 6,4 tegen 5. Ik denk dat dat wel moet lukken, toch? Nou, daar gaan we, jongens. Oh, ik kan nou versnellen. Dat is leuk, hè? Ik ga heel op aan. Vechten. Moet ik wel sneller. Oh jee. Keihard. Ik denk dat het wel goed komt. Zeg maar, vinden jullie het leuker als ik het versnel? Of zeggen jullie van nou, doe maar gewoon de snelheid. Wat jullie willen. Dus één vraag is, willen jullie de game sounds wel of niet? En andere vraag is, willen jullie de gevechten versneld of normaal? Ja, jongens, ik heb net... Oeh, wat krijg je dan? Krijg je dan een... Dat is grappig. Oh, oh. Oh, nou, 13 minuten. Nee, we gaan... Ik weet niet, mijn filmpje van gisteren was een half uur, hè. Die was misschien wat lang. Critical hit. Dit is in. Ik denk, nee, maar ik... Als er nou een resurrect bij zat, voor 5 euro. Dat ga ik nog niet doen, hoor, maar... Mijn tank. Nog meer. Leuk, man. Hartje. Cosmo. Blijf je even hier, vriend. Die is wel leuk. Cosmo. De hond een beetje in de gaten houden. Cosmo, kom eens hier. Reduces max. Oh, dat is leuk. Zo. Maar geen resurrect wapen, toch? Wel restores. Ja. Resurrect. Ja, dat is het bijna 5 euro waard. Maar niet dat ik het ga doen, hoor. Maar ik heb al te veel uitgegeven voor vandaag. Maar het is wel fijn dat ik nu sneller kan herstellen. Want dan gaan ze beter worden, jij. Ik weet ook niet, als ik straks genoeg dingen heb, ga ik dan die unlocken. Een weapon soul, en die wordt een armor soul. Ja, wat wil ik eerder? Een mad chest? Oké. Okay. Een appelkist, denk ik. Oh, ik kan nog zoveel.
Ik kan nog zoveel. Ik moet. En voor de rest, voor de andere dingen die ik wil doen of kan doen, moet ik volgens mij 10 miljoen hebben of zo. Toch? Oh, 4,5 miljoen voor dining, mana, treasury. Oké, 4,5 miljoen. En de rest. Ik heb alle kamers heb ik met 3 samengevoegd. Maar die kan ik natuurlijk weer uit elkaar halen. En dan kan je ze één voor één upgraden. Dan heb je niet. Dan is het minder duur. En dan heb je ook niet. Dat je zo lang zonder zit. Oh, zijn jullie heel verdrietig, jongens? Wat kunnen we daar aan doen? Dat moeten we niet hebben, natuurlijk. Jullie moeten plus 20% premium bonus happiness zijn. Goed, ik ga gewoon lekker van links van voor naar achter. Oké. Okay. Ja hoor. Oeh, spannend. Ik moet trouwens wel even een nieuwe koffie halen. Maar dat. Zo! Had je niet verwacht, toch wel? Alleen ik wil sterren wil ik verdienen. Ik vind eigenlijk wel dat ik in de top 5 glory van mijn clan hoor. En ik zit nu. In de. Oeh. Dat is wel heel slecht. Nummer 34. Nee, dat gaan we. Dat is niet goed, jongens. Levert de glory op. Hij levert glory op. Nou, dan vallen we. Hoezo heb ik er een. Huh? Oh, die had even geen. Ik wou zeggen, hoezo heb ik een normaal mannetje tussen, maar dat zullen zij wel verzonnen hebben. Gaan we het proberen? Ja, ik denk dat dat. Lekker touwtje in mijn bekkie. Ja, hoi, goedemorgen. Dit wordt al spannend, toch? Nou, dan zeker niet. Ja, ik denk dat we boven de 5 miljoen moet ik het niet proberen, denk ik. Nog niet. Nou, pas als ik weer een goede. Dit kan wel. Zo, dit kan wel. Pas als ik weer een goede squad samenstelling heb. En. Nou, best hopeloos. Maar als het goed is, krijgen jullie dan ook niet de ad-geluidjes in de video. Maar ik wel. Hou je mond. Sorry. Dat zou wat zijn, hè? Als je dan premium had, dat je dan ook geen ads meer hoeft te kijken. Dat zou het zijn. Yo. Gaan we niet spelen, hè? Waar is de kruis? Daar is de kruis. Goed, die was dus een beetje te pittig. Ook al zat hij op de 4 miljoen. Maar mijn. Ja, dat is goed. Mijn squad is niet optimaal, dat weet ik. Ik kan wel. En ik moet, maar dat, ik weet niet of dat leuk is in een video. Ik moet de dungeon weer eens in. Maar dat, dan moet ik ook, ja, doe eens niet een half, doe normaal.
En dan moet ik ook, als ik het drinkje in ga, een goede partner hebben. En daar is weer een beetje de goede tactiek voor hebben. Weten wat je bij welke eindbaas moet doen bijvoorbeeld. Dus dat is wel leuk. Maar dan moet ik eerst even oefenen. Ik vind het klaar is. Eigenlijk. 20 minuten. Ja, het is mooi geweest. Ik ga nou even Vince inmaken. En dan zeg ik. Ik ga eens even wat aan mijn glory doen. Maar dat is een beetje de arena grinder. Dat is niet. Dat is niet hoog YouTube-waardig gebeuren. Dus ik wens jullie een fijne. Kijken. Het is voor mij woensdag, maar als ik het online zet, is het donderdag. Dus ik wens jullie een fijne donderdag. En tot gauw. Dikke doei.